Het woord door de dominee, dag 12, en daarom lees ik met jullie uit hoofdstuk 13. Zoals ik gisteren zei, gaan we verder met uh, Paulus. Petrus is gisteren afgezwaaid en we gaan met Paulus. Paulus gaat, wordt uitgezonden en vertrekt. Uh, ze gaan voor, naar, voor overal naartoe en dan komen ze in de synagoge aan. En dat vind ik mooi, daar staat dan, nadat nou, er is voorgelezen uit de wet en de profeten dat de leiders van de synagogen tegen Paulus en Barnabas zeggen: "Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang. Vind ik mooi zo open, zo vrij naar de mening van anderen." En Paulus die begint daar een groot lang verhaal en ik raak weer onder de indruk van hoe makkelijk hij uiteenzet hoe het allemaal begonnen is bij Abraham met de bevrijding uit Egypte en daarna met David die een man naar Gods hart was en dat uit de stam van David dan Jezus geboren wordt. Jezus die de redding is voor iedereen. Dus hij begint echt in de synagoge. Hij begint echt vanuit de Joodse theologie. En toont dan aan dat Jezus degene is die gekomen is, die voorzegd is, die uh, onterecht terechtgesteld is en aan het kruishout genageld is, eraf is gehaald, maar dat door geloof in Hem de redding is voor iedereen. En ik zit steeds te wachten terwijl ik het hele st uh, stuk lees, wanneer ze boos worden en ingrijpen en hen willen. Uh, terechtstellen en vermoorden en noem maar op, maar dat gebeurt gewoon helemaal niet. Er staat: toen Paulus en Barnabas de synagogen verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. Bijzonder, de volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. En bij het zien van de mensen menigte, ach, nou daar gaan we dan. Werden de Joodse leiders jaloers. En begonnen ze de woorden van Paulus op gods lastelijke wijze verdacht te maken, bladibladibla. Nou, en dan zegt Paulus mooi, dat vind ik mooi, aangezien u Gods Woord afwijst en u zelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen wij ons tot de heidenen wenden. Het is niet zo dat hij zegt van verderfelijke mensen die in het onheil gestorven. Stort zijn met een tril. U, vindt, u, u acht uzelf het eeuwige leven niet waardig. Wat een mooie omdraaiing. De Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, zegt Paulus. En daarom gaat hij. Naar de heidenen toe en zaten, toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer. En allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, aanvaarden het geloof. Mooi dat het allemaal al in Gods hand is. Allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, aanvaarden het geloof. Mag jij dat ook aanvaard hebben? En ook, ook leven vanuit dat besef. Dat het allemaal al bestemd is en klaar is. En mag die vreugde die die heidenen hadden, hè, die wij dus zijn, ook in jouw leven. Tot morgen bij het volgende dagelijks woord door de dominee. Doei.